Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 31 in Italië. Heb je aflevering 30 in België gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het was een hele bijzondere aflevering. Spoiler alert, Russell won daar de grote prijs. En wij vinden het dus als tweede, maar ja, de manier waarop was er wat minder. Maar ja, heb je die gemist, eerst even terugkijken. Je ziet ook gelijk dan, als je op het i'tje drukt, de playlist. Daar staan alle afleveringen van F1 2020 My Team Career Mode in. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. We hebben de 78 abonnees gehaald. Het gaat in één keer heel snel. Dus deze lijn moeten we doorzetten. Ben je nieuw dus? Abonneer dan voor meer. Laten we hopelijk naar die 80 abonnees gaan. Als dat kan. En zo niet, ja. Het gaat toch echt een keer gebeuren. Ik hoop zo snel mogelijk. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Italië. We zijn dan dus aanbeland bij de kwalificatie in Italië. En ik verwacht er veel van, want de afgelopen twee seizoenen wonnen we steeds de grote prijs. En nu staat er extra druk op ons, omdat we rijden met Ferrari motoren. Dus Ferrari, ja, dat is toch echt iets bijzonders hier in Italië. Terwijl Bottas een 1.18.8 laat noteren in Q1. En wat laten wij zo meteen noteren? Dat is de vraag. Lewis Hamilton zet de snelste tijd neer. En wij pakken die tijd niet van hem af, want we komen 17e tekort. En Verstappen wijst ons door naar P3 in Q1. Q2 inmiddels. Het is wat bewolkter gaan worden. Er is ook regen voorspeld in Q3. Dus dat belooft nog wat. Beetje blokkerend bij bocht nummer 1. En daardoor pakken we een track limit waarschuwing. Maar dat is niet zo erg. Q2 eindigt in een P1. Met een 1.17.6. Q3 dan. En het regent, ja, op het beeldscherm. Dat zien jullie dus ook. Maar we rijden toch nog op die softbanden. Omdat de baan net niet nat genoeg is voor intermediates. Je kan wel voelen dat het nat is. Want ik heb dit dus gereden en ik merkte enorm dat ik momenten overstuur, onderstuur heb. Dat de tractie gewoon er niet was. We moeten gewoon het beste van zien te maken. En ja, that's it. Komen we aan bij Parabolica, de laatste bocht van het circuit. En deze nemen we best wel goed. Geen momenten overstuur of onderstuur. En het is een P2 op 3/10 van Valtteri Bottas. Nou, Bottas is dus een 1000ste sneller gegaan. En wij starten dus vanaf de eerste startrij op P2. Uitstekend werk. En dit kan ons misschien, ja, wel wat gaan opleveren in het WK-stand, maar eerst de wedstrijd in Italië voor carrière aflevering 31. Hopelijk pakken we onze derde achtereenvolgende overwinning op dit prachtige circuit in Monza, Italië. Daar gaan we dan. We're back in Italy once again for another round of the Formula One World Championship. And what a great race is in store for us today here at the oldest circuit on the calendar. Monza hosted its first race all the way back in 1922. We're 12 miles northeast of Milan for today's Grand Prix at a Monza circuit where we can expect top speeds of around 215 miles per hour. 11 corners on this 3.6 mile track, with 7 of those coming in the form of chicanes. And with a good slipstream and DRS open, there should be plenty of opportunity for some passing here today.
we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The fence starts from pole position, and the professor completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Hamilton, Gasly, Daniel Ricciardo, and Leclerc, Russell, Albon, Norris, and Sergio Perez, Kvyat, Ocon, Max Verstappen, and Sainz, Giovinazzi, De Vries, Sebastian Vettel, and Lance Stroll, Latifi, Magnussen, Matsushita, and Romain Grosjean sits at the back of the grid. This is our engine supplier's home Grand Prix. Let's give them a race worth watching. Nou, dit is dus je motor thuiswedstrijd. Laten we er het beste van maken en laten we ook eentje verzorgen dat ze die kunnen, ja, goed kunnen zien, kunnen herbeleven. Dan gaan we dan gewoon beginnen voor carrière aflevering 31. Hier in Italië, we starten vanaf P2, voor ons Valtteri Bottas, achter ons Lewis Hamilton en we zijn onderweg. En we komen weer beter weg dan Valtteri Bottas. We komen beter weg en remmen hier weer diep in, sturen heel laat ook in. Het is daar geel omdat Bottas daar gewoon enorm vertraagd werd en hij heeft al twee plekken verloren, want Lewis Hamilton is Valtteri Bottas, ja, voorbij gegaan. Wij dus weer aan de leiding, zoals altijd in Italië. En dan is het nu het hoofd koel houden en kijken waar we zo meteen staan. Daar zit dan Lewis Hamilton te kijken via de buitenkant. Maar hij kan er niet voorbij omdat de Ferrari motor wat beter is dan de Mercedes motor. Niet illegaal. Maar goed, dat even terzijde. Hamilton en Bottas zitten in mijn slipstream. We zetten de snelste race ronde nu met een 1.24.4. En ook Pierre Gasly schuift aan. En Gasly valt Bottas aan voor P3. Wat krijgen we nu? Een remake van vorig jaar, terwijl Hamilton ons heeft geraakt. En Danny Kvyat zet de snelste race onder neer. Lance Stroll zet de snelste race onder neer. En wij blokkeren Hamilton. Maar Hamilton remt diep, blokkeert zijn link, sorry, zijn rechter voorwiel. Niet zijn linker voorwiel, zijn rechter voorwiel. En moet dus in de ankers. En wij nog steeds aan de leiding, zoals altijd, van de grote prijs van Italië. Maar de beide Mercedesen en Gasly zitten te kijken voor de leiding. Ronde nummer 4. En Bottas doet een aanval. Gaat helemaal over die witte streep heen. En heeft de leiding herpakt. Maar we remmen wat later. Geven wat hier gas. En weer de leiding veroverd. Mooi om te zien. We zitten trouwens in ronde nummer 4 van 27. Het schiet al lekker op. Want de grote prijs van Italië duurt nooit zo lang. Ronde nummer 8. En we zetten een 1.21.3 neer. Maar Gasly is 2 tienden harder gegaan. En hij zet een 1.21.1 neer. Dat zet Pierre Gasly dus neer. En is naar P2. Sorry. Is naar. Wat krijgen we nu? Is naar P2 of naar P3. Het. Beweegt gewoon links bovenin van Gasly naar Bottas, van Bottas naar Gasly. Maar Gasly heeft nu wel P2 veroverd. En kan hij misschien een remake doen in real life? Want toen won hij de grote prijs van Italië. En Gasly rijdt nu op P2 voor Alfa Tauri. En we duiken naar binnen. We renden net op tijd af. En dit is onze laatste pitstop van de dag. Want er zijn hier nou nog maar 16 ronden te gaan. En die mediumbanden houden dat denk ik gewoon lekker vol. Gasly is ook mee naar binnen. 2,2. De gear was niet beschikbaar. En we komen op P9 terug de baan op. Hamilton heeft Gasly geovercut. Zie ik dat goed? Dat zie ik goed. Hamilton een plekje gewonnen bij de pitstop. En Gasly nu achter Lewis Hamilton. Ja, dat komt wel goed, Jeff. Latifi rijdt op P10. En die gaat Lewis Hamilton denk ik ophouden. Dat zou fantastisch nieuws zijn voor ons. Ronde nummer 13. En ook de rest is allemaal naar binnen gedoken.
En we komen gewoon weer als leider terug de baan op. Russell naar P5. Goed zo, George. Nu hopen dat hij Daniel Ricciardo kan aanvallen. En dat hij ook Lewis Hamilton aanvalt. En dan rijdt hij gewoon weer op een podiumpositie. Maar de race duurt nog lang. 14 ronden te gaan. We zitten ongeveer op de helft. Ronde nummer 17. Er zijn nog 10 ronden te gaan. En Russell is verder gezakt. Terwijl het daar geel is. In sector 1. Er is iemand uitgevallen. Wie is dat? Dat is Sergio Perez. En de safety car is uitgeroepen. Dit kan interessant worden. Omdat er nog maar 10 ronden te gaan zijn. En nu... ja... gaat iedereen achter de safety car rijden. Wij mogen zometeen, als de safety car naar binnen gaat, het tempo gaan bepalen. Maar goed, dit wordt dus een sprintrace voor de overwinning. Want Bottas rijdt op P2. Ricciardo rijdt op P3. Hamilton na P4. En Gasly op P5. Russell op P7. Die rijdt achter een Red Bull. En wij doen het lekker rustig aan. De safety car staat hier op ons te wachten. Ja, dat komt wel goed, Jeff. Maak je maar geen zorgen. Nog steeds achter die safety car in ronde nummer 19. En de lampen gaan uit. Dus wij mogen het tempo gaan bepalen. Dat doet me denken aan seizoen 1. Want volgens mij was het toen ook een safety car. En toen mochten wij ook het tempo gaan bepalen. Ik sprak het woord niet goed uit. Dit keer wel. Het tempo gaan bepalen. Dus ja. Ik ben heel benieuwd. Gasly naar P5. Hamilton naar P4. Ricciardo met de snelste raceronde naar P3. Bottas naar P2. En wij dus naar P1. En Russell rijdt achter een Red Bull. Safety car is de pitlane ingedoken. En wij doen het hier lekker rustig aan. We wachten nog. We doen... wat stiekeme breektestjes om Bottas even te testen of hij wakker is. We wachten nog. We gaan heel langzaam van start. Nog niet. Wanneer dan wel? Nu. Nu gaan we op ons gas. We hebben een momentje overstuur. Maar het is helemaal geen probleem. De groene vlag wordt gezwaaid. En we slingeren wat... heen en weer om te zorgen dat Bottas niet in onze slipstream komt. En we behouden nog steeds de leiding. Goed gedaan van ons. Maar daar zit Valtteri Bottas aan de binnenkant. Pakt hij die leiding af in ronde nummer 20? Nee, want wij gooien de deur dicht. En Ricciardo voelt de druk van Lewis Hamilton. Dit is gewoon een sprintrace. Gasly haalt Lewis Hamilton in voor P4. Wat wil ik zeggen? Oh ja, dit is een sprintrace naar de finish met nog 7 ronden te gaan. Bottas zit er hier goed voor. Valt daar aan. En Ricciardo zit eerste rang. Bottas nog steeds aan die binnenkant. Maar dat lukt niet. Heeft nu in één keer Daniel Ricciardo aan zijn buitenkant zitten. En wij gaan zometeen ronde nummer 21 alweer in. En we zorgen ervoor dat Bottas niet in onze slipstream komt. Ricciardo valt aan bij Bottas. Dat zie ik. Oh, Bottas raakt ons op onze achterkant. Bottas heeft een voorvleugelschade. Heeft ons hard geraakt. En is ook naar binnen gedoken en rijdt stijf achteraan. We gaan de laatste raceronde alweer in. We gaan het lekker rustig aan doen.
Gasly zit op 1,5 seconden. Dan gaat hij denk ik niet meer goed rijden. 2 seconden is het. Oh, wacht. 16e. Kan dat nog wat worden? Ik denk het niet. Gasly komt tekort in Italië. Wij winnen dus de grootprijs van Italië. Een super resultaat. En het WK komt steeds dichterbij. En dan gaan we ons opmaken voor de grootprijs van Rusland. It wasn't always plain sailing today, but a very important win nonetheless. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. De uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Italië. Gasly naar P2, Hamilton naar P3 en Russell naar P7. Klassement bij de coureurs. 18 punten verschil is naar Lewis Hamilton. En bij de constructeurs 43 punten verschil naar Mercedes. We halen wel Red Bull Racing in. Dat is heel goed. Maar het WK is nu echt losgebarsten tussen mij en Lewis Hamilton. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. 18 punten verschil, dat is echt helemaal niet groot. Maar goed. Dit was dus de video, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Heb jij genoten? Beloon het ervoor met een like. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Reageer wat er verbeterd kan worden op deze video. Volg me even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dan kan je gewoon lekker op volgen drukken. Dan mis je geen enkele update wanneer de video online staat. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. We gaan verder in Rusland.